is dinsdag 17 september. Dit is Drenthe Nu met vanavond. Koning benoemt complexe problemen zonder concrete oplossingen in troonrede. Nieuw Weerdingen reageert sceptisch op plannen strenger asielbeleid kabinet. Bijzondere nieuwe bewoners voor de Amstelflat in Assen. Ja, het was droog vandaag, hè? En ook de zon liet zich nog even zien. Nou, Freddy uit de wijkwinkel stuurde deze foto van het Zuiderpark in Hoogeveen. Hoe het weer de komende dagen wordt, dat horen we zo van Aldert. Heel goedenavond. Het kabinet gaat langslepende problemen oplossen en zorgen bij mensen wegnemen met begrijpelijk en uitvoerbaar beleid. Dat zei koning Willem-Alexander bij de start van het nieuwe parlementaire jaar in de troonrede. Maar hoe het kabinet dat gaat doen, is veelal nog niet duidelijk. Woningnood, personeelstekorten en de bestaanszekerheid. Alle grote maatschappelijke thema's kwamen voorbij. En uiteraard ging het ook over asiel. Wellicht het belangrijkste dossier van het kabinet. Actueel doordat er misschien weer mensen buiten moeten slapen bij de opvang in Ter Apel. Het kabinet wil zo snel mogelijk de toestroom van asielzoekers terugdringen. Kernwoorden zijn sneller, strenger en soberder. Denk aan een versnelde procedure en een sobere opvang voor kansarme asielzoekers. En aan lik-op-stuk-beleid voor mensen uit veilige landen die overlast veroorzaken. Over grote dossiers gesproken, daar hoort de landbouw natuurlijk ook bij. Het kabinet vindt dat het afgelopen moet zijn met de strijd tussen natuur en boeren. Juist de combinatie van landbouw en natuur maakt het Nederlandse landschap sinds jaar en dag zo mooi. En zelfs Drenthe kwam nog even voorbij in de troonrede. Er wordt namelijk ook geïnvesteerd in verbetering van de bereikbaarheid met de aanleg van een nieuw spoor door de provincie. Voor de lange termijn zijn en worden plannen ontwikkeld voor nieuwe infrastructuur. Ook buiten de Randstad. Bijvoorbeeld de Neder-Saxenlijn tussen Groningen en Enschede. Ja, het asieldebat domineert deze Prinsjesdag. Nieuw Weerdingen hoopte dingen in de troonrede te horen die bijdragen aan een snelle oplossing voor de overlast in het dorp. Maar niets is minder waar. Al jarenlang heeft Nieuw Weerdingen te maken met kansarme asielzoekers uit Ter Apel die overlast veroorzaken. Het kabinet heeft strenge maatregelen aangekondigd om de asielinstroom terug te dringen. Plaatselijk belang is sceptisch over die asielplannen. De instroom beperken, dat gaat een poos duren, dat kan niet anders. Voor op de korte termijn heel weinig maatregelen. De maatregelen die afgekondigd zijn, ja, daar zullen ook wel weer juridische problemen mee zijn. En dat betekent dat de ellende hier gewoon door voort blijft duren. Ternauwernood is vannacht voorkomen dat 44 asielzoekers buiten moesten slapen in Ter Apel. Ze zijn overgebracht naar een sporthal in Stadskanaal. In Nieuw Weerdingen is het momenteel rustig. Wij wonen een eentje aan die kant van de straat in een stukje nieuwbouw. Wij merken er eigenlijk niet veel van. Ik zou zeggen bijna niks. Voor die rust zijn wel intensieve inspanningen nodig. Beveiligers brengen 's nachts soms tot 10 asielzoekers terug naar Ter Apel. Het is net te doen en het geeft wat rust. Alleen het zal nou toch eens bij de bron moeten worden aangepakt. Ik bedoel, als je hier iets doet wat niet de bedoeling is, dan word je teruggeëscorteerd naar het asielzoekerscentrum. En ja, wat er daar met je gebeurt, je gaat misschien 3 dagen in de gevangenis in, maar ja, daar red je niks mee natuurlijk. De oplossing is volgens plaatselijk belang niet zo ingewikkeld. Die groep waar het om gaat, dat zijn dan die kansarme asielzoekers, jonge jongens, dat ze die in Ter Apel gewoon vasthouden. Maar ja, ik hoop dat die allemaal teruggaan en dat het allemaal beter gaat in de toekomst. De boodschap vanuit Nieuw Weerdingen op Prinsjesdag is: kabinet, doe wat aan dit acute probleem. Gebruik daar alle instrumenten voor die jullie hebben. En kijk dan verder wat je op de langere termijn wil. De situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is ook de komende nachten penibel. Opnieuw dreigen asielzoekers buiten te moeten slapen. Drentse gemeenten zien geen mogelijkheid om extra opvangplekken te creëren, zegt commissaris van de Koning Jetta Kleinsma. Ze is kritisch op het beleid van minister Faber. Die moet meer de leiding nemen, zegt Kleinsma. Ze is teleurgesteld dat minister Faber nog geen contact heeft gezocht met de provincies en de gemeenten om samen het tekort aan opvangplekken op te lossen. Ja, de troonrede en de miljoenennota moeten antwoord geven op grote maatschappelijke problemen. Die ook hier bij ons in Drenthe spelen. Ik ga erover praten met verslaggever Serge Vinkenvleugel. Serge, goedenavond. Goedenavond, Judith. Ja, hoe wordt er gereageerd vanuit Drenthe op de troonrede, de plannenmakerij?
Ja, je leest in die troonrede dat veel problemen moeten worden aangepakt, maar dat de plannen de concrete uitwerking er nog niet is. Het is het mestprobleem, het is de woningbouw, er moeten meer woningen komen, meer inkomenszekerheid, een simpeler toeslagensysteem voor mensen met een laag inkomen, boeren die de natuur moeten gaan onderhouden en boeren die ook nog bij moeten dragen aan de vermindering van het mestprobleem. Het moet allemaal nog worden uitgewerkt. Daar is ook de grote kritiek die je hoort van landelijke planbureaus en ook van de grote bank. Ze hebben kritiek op de bezuiniging van 1 miljard op onderwijs en innovatie. Ze vinden dat het kabinet eenzijdig kijkt naar het oplossen van het migratieprobleem. Woningbouwplannen prima, maar er staat nergens waar die woningen moeten komen, hoe ze er moeten komen en vooral hoe ze aansluiting moeten krijgen op spoor en wegen. En het kabinet doet niks aan de grote gevolgen van vergrijzing, die bijvoorbeeld bij ons op het platteland nog veel erger zijn, omdat daar ook jongeren wegtrekken. En heb je nog specifieke zaken gehoord die voor Drenthe super interessant zijn? Ja, de boeren zijn blij. LTO die is heel tevreden met de opstelling van het kabinet. Dat we moeten zuinig zijn op onze boeren, trots. Hè. Ze doen dat op een meest efficiënte manier die je maar kunt bedenken, dat voedsel produceren. En er moeten geen nieuwe maatregelen komen bovenop Europese, zodat boeren jarenlang vooruit kunnen. Nee, de Saksenlijn, dat hoorde je al, stond in de troonrede. Dat is mooi, vindt het provinciebestuur. En het kabinet gaat met de regio in gesprek om te komen tot uitvoering. Maar ja, hoe die uitvoering moet en geld, staat allemaal nog niet in de regeringsplannen. En gek genoeg, de flessenhals in Meppel bijvoorbeeld, of de Lelylijn, altijd groot hangijzer de laatste jaren in het noorden, die is niet genoemd. Nee. Maar goed, het is wel een beetje een voorbeeld van elke regio telt. Hè, dat rapport dat omarmd is, ook door het vorige kabinet. Dat de regio waar jarenlang minder in is geïnvesteerd en veel meer in sterkere regio's, om die sterker te maken, dat dat in ieder geval anders moet. Het is wel weer uitgangspunt voor dit kabinet. Ja, de milieuorganisaties, natuurorganisaties, in hoeverre worden die genoemd? Die hebben heel grote kritiek op de plannen van de miljoenennota. Want die zeggen, ja, het kabinet geeft heel veel geld niet meer uit aan natuurherstel en het bestrijden van het stikstofprobleem. Wel doelen stellen, wel zeggen dat je ze gaat halen, maar geen plannen of te weinig geld. Ja, beide natuurorganisaties, Milieufederatie Drenthe en Natuurmonumenten, die vrezen dat het niet alleen met het natuurherstel dan straks heel slecht zal gaan, maar dat dat uiteindelijk ook weer op het bordje van de boeren belandt. En dan zit er nog een flinke financiële adder onder het gras, hè, voor onze gemeenten en provincie. Hoe zit dat? Nou, het Rijk die gaat de financiering van gemeenten en provincies op een andere manier inrichten vanaf 2026. Daardoor ontstaat er, zegt Erik van Oosterhout, burgemeester van Emmen en bestuurder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, een gat van 3 miljard euro. Dat gaan mensen merken. Het kabinet moet daar iets aan doen, zegt van Oosterhout. Maar het kabinet geeft geen krimp. Onwerkelijk en niet, hij zegt, het is teleurstellend. Ja, Serge Vinkervleugel, dank je wel. Ja, behalve de politici, bestuurders en andere hoge pieven mochten ook Dirk Smit uit Nieuwbuinen en Jan Rozing uit Borger aanschuiven bij de troonrede. Ze waren door de burgemeester uitgekozen om de Drentse inwoners dit jaar te vertegenwoordigen op Prinsjesdag. Op de foto zijn ze net aangekomen bij het Stadspaleis in Den Haag om aan te schuiven bij een koninklijke lunch. De Joodse begraafplaats in Zuid-Laren heeft een flinke opknapbeurt gehad. Bij een storm in september vorig jaar waaiden flinke takken van bomen en raakte het hek beschadigd. Nou, dat is nu hersteld, er is een nieuw hek. En daarnaast zijn alle bomen gecontroleerd en gesnoeid, is het pad beter begaanbaar gemaakt en het onkruid gewied. En ook zijn er 2 bomen helemaal weggehaald. Als sluitstuk is er een informatiebord geplaatst met uitleg over de begraafplaats. En bezoekers kunnen erop lezen wie er begraven liggen. En in Coevorden wordt de boel helemaal omgespit. Nou, met het aanleggen van een parkeerterrein gaan archeologen eerst aan de slag om te kijken wat er allemaal in de grond zit. Aldert ging vanochtend bij zo langs in op Tjak en niet onverdienstelijk. Nog één ding, want dat vinden we ook nog. Dat is gewoon een postscherf, hè? Nee, dat is een tegeltje. Een wandtegeltje. Is dat niet te krom voor? Een beetje krom, of niet? Nou, zie ik dat? Ja, als het goed is, is hij wel plat. Ja. Een beetje afgeschuind. Het zou eventueel van een bord kunnen zijn. Ja. Nee, het is misschien toch een bord, in ieder geval beschilderd. En het lijkt een dierenpootje wat erop zit, hè? Ja. En je als archeoloog kunt er meteen dateren, dit? Ik denk ook 18e eeuw, denk ik. Ja. De Amstelflat in Assen heeft er nieuwe bewoners bij.
Drie studenten huren dit studiejaar goedkoop een kamer in de flat waar vooral senioren wonen. Maar daar moeten ze wel wat voor doen. Merel en Eline studeren in Groningen. Maar sinds kort wonen ze allebei in de Amstelflat in Assen. Samen met nog een derde student zijn ze benoemd tot de gangmakers van het wooncomplex. In de Amstelflat wonen veel ouderen, waarvan een deel last heeft van eenzaamheid. De studenten willen daar iets tegen doen en dat kan voor beide kanten positief uitpakken. Nou, als er dan inderdaad een van de studenten daar naar binnen komt om gezellig een babbeltje te maken, een bak koffie of een bak thee te kunnen drinken, zodat hij daar ook een gesprek uit kan komen en daar kan ook voort uitgeleiden, dan zijn ze uiteindelijk hier ook aan de koffietafel bijschuiven. Ik ben natuurlijk nu ook alleen wonend en toch af en toe een beetje eenzaam als ik dan thuis kom en er is niemand. En dan denk ik, ja, met die mensen die hier wonen, de ouderen, kan ik dan toch gezellig een kopje koffie of thee doen of 's avonds een spelletje. En dat hoop ik weer uit te halen. En dat is ook natuurlijk de gezelligheid voor de ouderen, zodat die wat minder eenzaam voelen. En dan voel ik me ook minder eenzaam in principe. Door de woningnood in Groningen is het daar voor studenten niet altijd eenvoudig om aan een kamer te komen. Voor de drie gangmakers was dat een belangrijke reden om in de Amstelflat te komen wonen. In Groningen kon ik geen plaats vinden, want het is en te duur en heel erg eigenlijk is Groningen te vol. En de verbinding tussen Assen en Groningen is eigenlijk wel goed. Dus vandaar ik dacht ideaal. Het project met de studenten is opgezet door woningcorporatie Axium. Een eerder experiment met een student is zo goed bevallen dat er nu dus een vervolg is. Nou, we merkten toch wel dat er ook best wel wat eenzaamheid is. Mensen die zijn echt wel oud en ook op elkaar aangewezen. Nou, soms gaat dat heel goed en soms gaat dat wat minder goed. En nou, studenten kunnen daar gewoon echt een hele positieve bijdrage aan leveren. De Amstelflat was eerder dit jaar negatief in het nieuws vanwege de vele drugsoverlast in het gebouw. Ook bij het oplossen van dat probleem kunnen de studenten volgens Axium een rol spelen. Ik heb niet het idee dat het meer is geworden, zeker niet. Maar we weten dus niet hoe vaak het daadwerkelijk voorkomt, omdat niet altijd alles gemeld wordt. Dus we hopen natuurlijk ook dat de studenten daar ook wat meer zicht op kunnen krijgen en dat we daar wat meer feeling bij krijgen. Eerlijk is eerlijk, we moesten even wachten op die zonne vandaag. Maar het weer kwam en komt ook de komende dagen uit het Noordoosten. En we zijn nu in Zuidlaren en dat ligt in het Noordoosten van Drenthe. Dus daar waren ze wel het eerst aan de beurt. En kijk, daar komt het weer aan. En ook vanavond en vannacht houden we een mix tussen opklarings en bewolking. Het blijft al droog trouwens. Er stiet een zwakke wind uit het Noordoosten en de temperatuur die zakt nu zo'n 11 graden. Morgen kreeg ongeveer net zo'n dag als vandaag. De dag begint met wat bewolking en wat zon, een mixie daarvan. Maar met het iets komt de zon er al een klein beetje vaker bij, net als vandaag dus. Een matige noordoostenwind, oh, en die temperatuur, 24 graden. Donderdag nog net zo'n dag, maar hoewel, smiddags mis je wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog. En ook dan die mooie 24 graden. Vrijdag, zaterdag ook flink wat zon. Door die stevige oostenwind misschien ietsjes minder warm, maar dan had hij nog zo'n 22, 23 graden. Pas zondag, ja, dan wordt er misschien een eerste bui verwacht. Dat duurt nog niet de pauze. Tot die tijd laven wij ons aan dit Halloween zomerdie. Zo is het. Alde, dankjewel. En dit was Drenthe Nu. Online blijf je het nieuws volgen, hè, via rtvdrenthe.nl en onze app. En het amateurvoetbalseizoen staat weer op het punt van beginnen. Dat betekent dat vanaf vandaag onze clubpodcast ook weer terug is. Romano Djababou van Assenboys trapt het podcastseizoen af. Nou, kijk maar even dus. Voor nu een fijne avond gewenst. En heel graag tot morgen.